zie je zo'n 3 extra liggen, dan weet je een beetje hoe of wat. Dan kan je een beetje kijken van oké, zo is en zo. Maar dan sta je gewoon in één keer voor de gang. Dus ga je het record verbreken? Ja, ik ben een beetje later ingekomen. Ik heb nog maar een weekje, maar HVK die heeft de mensen doen verbazen. Dus wie weet. Hoezo krijg ik? Ja. Dus dan ik denk dat het op zweten werkt. En als het niet werkt, dan stoppen we gewoon. Als het gewoon stilslaat, dan stop je de muziek. En dan zeg je. King is back of whatever. Toch? Doe het zo. Kijk, ik zeg net ook tegen een collega van Cristiano Ronaldo is een keer topscorer geweest van de wereld. En het meeste doelsaldo gehaald. En als hij dan weer een wedstrijd speelt, dan hoeft hij zich eigenlijk niet weer te verwijzen om nog een keer hoogste doelsaldo te halen. Dus een keer Messi, dan een keer die, dan een keer die. Of ze halen het niet. Kijk, en ik hoef mij eigenlijk nergens voor te verwijzen. Wie weet. Volgens mij zit er nog geen 10 meiden in, dus we kunnen even kijken wat we gaan doen. We gaan het in ieder geval leuk maken, we gaan die 4 lijnen volgens de kop zetten, dus let op. Top. Maak jullie klaar voor de Club Night! Legendarische hengst wordt meteen verwelkomd door een leger aan exen. Welkom thuis, jongen. Harry, de schat. Ja. Hoi. Hey, hoe is het? Goed? Hallo, wie ben jij? Harry. Oh, hij is niet mijn vriend, nee. Hij is echt niet mijn maatje. Sensation. Harry, superleuk, jongen. Zou ik niet nog een keer seks mee hebben. Is gebeurd, was niet goed. Geen tweede kans. Maat, meen jij dit? Dit zijn alleen maar exen van mij. Alle knappe meiden dan, en de rest, ja. What's dit? Het feest kan beginnen, want HVK is binnen. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Harry Snijders, a.k.a. HVK, a.k.a. De Hengst, a.k.a. Ideale Schoonzoon, a.k.a. Laat je moeders en dochters thuis, of laat ze vrij HVK zijn. De meeste mensen zouden mij wel kennen als de recordhouder van X on the Beach. Volgens mij wereldrecord. Ja, misschien ga je wel een andere kant van mij zien. Wie weet zit er een leuke meid in de villa. Ik kom je zeker niet verliefd doen, want ze moet aan boelzoekvrouw meedoen. Ja, ik snap eigenlijk helemaal niet wat ik hier doe, maar eigen volstellen. Ik heb eigenlijk helemaal geen introductie nodig, jongens. De meesten kennen me wel.